En het huis staat in brand. Hè? Huh? Wauw. Oké, ik heb slecht nieuws en slecht nieuws. Ha! Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Julie, ik ben hier met Jasna en Gabriel. En wij zijn onderweg naar een tattoo shop. Want Gabriel wil een tattoo zetten en we gaan een keer zien wat de mogelijkheden zijn. Hè. Oké, we zijn op een speeltuin beland. En de kindjes zijn aan het wiepen. Allee, Ant, hè. Gabi neemt te veel plaats in, we zijn komt iets meer aan. Wauw, jullie zijn echt beesten, hè. Woehoe! Oh, heb ik dat gefilmd? Heb ik dat gekocht? Ik ben hier bij Jasna. En Adriana. En Adriana. Jasna is dus lief van Gabriel. Adriana is de zus van het lief van Gabriel. Are you kidding me? Het is hier blijkbaar een beetje poker night, dus we gaan pokeren. En ik ga winnen. Zoals mijn monopoly is, denk ik. Ja. Abonneer voor meer. Oké, we zijn hier bij Freya thuis. We zijn, ja, Monopoly aan het spelen. Maar ik ben op de derde groene gevallen. En Gregory heeft al een groene en Freya heeft al een groene. Dus ze gaan bieden tegen elkaar. En we beginnen op 300 euro. Wie biedt er meer? 400. 400 euro voor Greg. 500. 500 euro voor Freya. 550. 550 voor Greg. 600. 600 voor Freya. Nou, je mocht tellen. 600 voor Freya verkocht, dames en heren. 600 voor Freya! Oké, ik ben hier met Cedric en we zitten in het casino in Breda. We zijn hier ook met Gregory en Tatjana, maar Tatjana had haar identiteitskaart niet bij. Dat zegt ze nu als we in Holland zijn. Die wacht buiten met Gregory, dus we zijn hier even... we gaan hier poen scheppen. We gaan even rijk worden en dan gaan we ook naar buiten, hè. Oké. Oké, Cedric heeft net, hoeveel? 22,5 euro op 1,30 gezet. Dus als hij wint, heeft hij 67,5. Als hij verliest, verliest hij 22,50 euro plus al de rest al. Good luck! Ja. Je hebt me de 5 af, hoor. Ik heb zo net foto's getrokken met Gabriel. Allee, nee, van Gabriel, maar zo gewoon gefilmd zoals nu, met de flash. En dan daarna zo zien waar dat hij mooi op staat. En dan was hem zo aan het poseren. En ik ga nu een beetje hetzelfde doen, maar ik kan dat niet. Gabriel is dat zo gewoon, hij heeft modellenwerk gedaan en zo, maar... Ja, ik ook, ooit. Ja, oké, dat is niet waar. Ik ga er bijna mee weg, hè. Oké, we're good. Ja, jij bent hier de professionele. Dan moet ik... Oké. Ik ga modellen. Sorry. Oké, okay. Je kijkt naar de camera. Ja, maar daar is flash. Kijk in de camera. Ja? Oké, okay. Nu draait je hoofd een klein beetje naar links. Ja? Nee, niet schuin, gewoon echt recht draaien naar links. Oh, ja. Dat is links? Oké. Okay. Ja? Nu duwt je nek een beetje naar omhoog. Ja? Een beetje naar beneden. Oh, wacht, er is een beetje. Een beetje meer naar... Wacht. Ja, ja. Zo? Nee, nee, naar omhoog. Zo? Ja, een klein beetje naar rechts gaan. Zo? Nee, je hoofd draait naar rechts in de lucht. Naar rechts, rechts. Oh, dat is rechts. Naar beneden. Een klein beetje hoger. Een beetje hoger. Ja, en nu naar... Oké, en nu... Ja, en lach. A few moments later. Het resultaat... Het resultaat van... Het resultaat staat, als ik durf, op Instagram. Dus check mijn Instagram en... Volg, zit mijn Instagram hier ook? Of hier, nee, ik heb mijn Instagram hier. Nee, mijn Instagram hier zitten? Jazeker. Ja, hier zo. Zo. Ik heb mijn follow, please. Deel met je vrienden. Ja? Want we zijn cool. En cool zijn is fijn. Yay. Wacht, hoe zeg je cool? Als je zo doet. Nee. Wat is de cool? Vroeger was dat als je zo deed, dan werd je cool. Als je man deed je zo, dan werd je ook cool. Nee. En nu? Weet je wanneer je cool bent? Wanneer je wifi hebt op je en dat zo.
Oké, we zijn cool, hè. 3, 2, 1. Dat is de Julie Challenge. Cool zijn. Julie Challenge. Allemaal doen. Ze moeten de Julie Challenge doen. Cool zijn. Je moet Julie taggen, ja? In hashtag Julie Challenge. Dat vind je hier. De hashtag Julie Challenge. Op Instagram, blijf ronddelen, ja? En maak kans op de geweldige rit samen met Julie en mij. Ja, dat was het. Julie en mij en de appel was gevallen. Hè? Ja, dat moet altijd het kinderen, je moet dingen opzommen. En ja, op het einde moet je zoiets hebben. En ik had het niet, dus Julie en mij en het huis staat in brand. Hè? Abonneer voor meer. Ja. Hey, dat was goed. Ja, dat was keigoed. Maar zorg je gaat de Julie Challenge niet bestarten? Maar de Julie Challenge? Hoe debiel is dat? Doe gewoon de Julie Challenge. Ja, maar vergeet die winactie. Jawel, nee, je moet erbij zitten. Zeg, er is een surprise voor Astin volgende week voor degene die... Wie is er geïnteresseerd in een ritje met u en mij in de auto? Stem hier. Als je met ons in de auto zou willen zitten. Zot. Maar vergeet zeker en vast niet voor een blaamduimpje. Een blaamduimpje. Vergeet vooral niet voor een blauw duimpje omhoog. Te doen. Te delen met je vrienden. En vergeet het belangrijkste niet. Abonneer voor meer. Over en out. Oké, ik ben hier met Gabriel aan de luchthaven. Want Nolan is 2 maanden gaan draaien in het buitenland. En nu komen wij malen aan de luchthaven. Did you know he's back in Belgium? Ça va, man? Oh my god, is die bruin, jong. Oké, we zijn een zetel gaan ophalen voor een Gabriel's appartement. En voilà. En dus ja, we gaan een beetje... Het ligt goed, hè? Ja, ik zit niet goed. Kijk hoe ik zit. Ik kan niet eens mijn pedalen, jongen. Maar ik kan geen auto rijden. Moet ik auto rijden? Maar jij hebt grotere benen. Maar dat gaat. Ik ga auto rijden. Ik ga het. Ja. Gregory is erbij gekomen, omdat we die zetel anders niet alleen naar boven krijgen. En nu zitten ze alle twee van achter zijn. Dus voilà, de mannen zijn bezig met de zetel naar boven te doen. Chance dat ik er ben om alles te coördineren. Ik doe het tankwerk, zij de krachten. A few moments later. Oké, eindconclusie van de avond. De zetel is niet boven geraakt. Hij is terug bij beginbestemming. We zullen een andere zetel moeten vinden. Of een lift. Oké, ik heb slecht nieuws en slecht nieuws. Het eerste slechte nieuws is, de vakantie zit erop. Het tweede slechte nieuws, school begint weer. En derde slechte nieuws is, dit is het einde van de vlog. Eerder in de vlog deed Gabriel zo, gaf die mij zo poses van hoe ik moest poseren. En uiteindelijk is er een foto uitgekomen. Ik heb hem op Instagram gezet. Zeker checken en zeker volgen. Volk en dit was de vlog voor deze week. Hopelijk van jullie hebben vergeet vooral niet om blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Bye bye. Sorry. Heb ik het verpest? Ja. Hij zegt gewoon samen met mij bye bye. Oké. 3, 2, 1. Baba! Allee, kom. Nu serieus, oké? Okay? Zo, dit was de vlog voor deze week. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Bye bye.